Hallo, familie Beukers. Wat gaan we doen, Jin? Vakantie! Met Buffon Daisy ook nog, hè? Quad rijden. En het hele pakket. Bedje bij het strand, komt er gelijk zo'n paco naar je toe. Die zeggen, oh, dat mag niet. En nu ga ik hier. Kijk hoe lang ik het volhoud. Wat te kopen bij Versace, dat bedoel ik. Je hebt alleen maar wat te kopen en dan sta je op een privé balkon met die partij, hè? Dat is top. Pak ze naar Bluff, die zijn wel hard hoor. Zet ze hoor, de mannen, first row. Lekker stoeltjes. Kijk. Wij gaan voor de snelle unit. Hey. Kijk, laat zien. Ja, dit is hem nooit. Dit is hem. Laat even zien dan. Kijk maar, oh, toch deze. Hey, die is de popiopi. Ja. Dit is echt gewoon, deze kun je nog aan doen met mountainbiken. Dit is echt sneller man. Komt ie. Hier, hard. Zo, het gaat verschrikkelijk hard hier. Naad. Gelukkig hebben we wel die scoops hebben bij ons. We kwamen hier ook niet om hard te gaan. Hè? Laten we dat even vooropstellen. Cherry Bomb V2. En wat hebben we daarbij? De Dragon Pulse, een V3. En wat hebben we in onze shop staan? Een mooie Shivas bundel. En dan kun je je eigen combo's maken. Met een korting. Gewoon even in die link in bio kijken. Kijk, die beuken, daar mag je wel meer van doen. Er zit niet zo heel veel café in, geloof ik. Hup. Ah ja. Die beuken is ook wel lekker, hè? We mogen hier dus nergens filmen. Nu dus ook niet. We werden net alweer weggestuurd. Zou ik een timelapse aan het maken was? Een timelapse aan het maken was van de zon. Kijk, ik begrijp het aan de ene kant wel. Maar het is natuurlijk het tegenovergestelde van wat wij gewend zijn. Dus we zijn echt alles stiekem een beetje aan het filmen. En anders met de iPhone. Maar het gaat zeg maar om de professionele camera gear. En ik denk dat ze gewoon niet willen dat hier van die vloggers overal komen, weet je. Ik snap dat wel. Maar we staan buiten, weet je. Hey, maar mooi is, wij gaan zo snel. Ze zien ons helemaal niet. Deze brillen hebben wij echt niet op omdat het gaaf is of zo. Dit hebben we gewoon op omdat we gewoon echt vreselijk hard gaan op het volgende festival. Zo. Zo. Mis ik wel. Goed, kijk. 100. Dat is een lastige training. Hey. Ik zit te denken, wordt het kanaal voelt wel leuk dat ik weer gewoon met dit soort dingen doe, maar gewoon echte shit. Ik denk dat er nu in de AI-wereld juist behoefte is naar gewoon rustige beelden. En niet nep. Kijk. Wauw. Toen dacht ik, doe even mijn jack uit. Kijk of het nog harder kan. Dat lukte dus ook wel. Gooi, 102. Ja, ja, ja. 104. Nee, 103. Ik direct gezet. Oh. Jij bent het. We moeten nog ontbijten. Hoi. Ik heb een heel statisch koepje er nog in zitten. Same shit, different country. Dat lekker setje, nu weer kutmuziek. Zo, dat wel. We zijn onderweg naar de woestijn. En dan gaan we met Bucky's karren, Lord en ik.
En dan hebben we een diner, toch? Met het hele pakketje. En drollen en... Dat was geen scheetje, maar een diarreetje uit mijn... En de hele bos ondergevrijd en dat kon nooit meer ervan af. Oké, dat was het. Die jongen denkt ook, het is het. Oh, zit vast. Die was er. Waar is die? Wat grappig, hè? Die jongen die wilde onze pre-workout wel even. Hij heeft ook gewoon gelijk genomen. Oh, die stond op zijn voorhoofd. Here we go. Ja, het is voor kinderen. Sam, jongen. Ja. Er zit heel dicht bij, ja. Nee, joh, gaat die goed? Nee, Lord, jongen. Ja, ja. Ah, joh. Hij zit allemaal weg. Hij is nou, dan moet je die achteraf vinden. Ik vind het lekker chill. Kom maar, Camille. Hey. Camille. Oh. Yes, of course. What? We're tired. Die zag ik! Ja, ze kon niet zo slecht. Lekker Lord. Nee. We mogen filmen. Zo hé. We mogen eindelijk filmen. Kijk, dit is stop. In die woestijn buggy rijden, dat is stop. Eigenlijk moeten we dat een keer doen met een overnachting. Volgens mij kan dat ook doen. Hier kun je binnen gewoon slapen, denk ik, ja. Het zijn gewoon huisjes. Ja. Hey, laten we dat dan wel doen met een tent. Dat is echt gewoon vries.
denken. Denk het wel. We mogen even in de comments laten weten. Willen jullie dat wij dit ook gaan doen? Onder het genot van een koud stout blikje. Dit keer drinken we in plaats van die fles gin, drinken we gewoon een wodka fles leeg in één keer. Maar hoe doe je zo zo? Ik eet alles eten op. Ik heb een beef met chimichurri sauce. Een lamb chop, chimichurri sauce voor lamb. Juist. Daar hebben we nogal chili in. Nou gaan we beginnen. Voorhoofd ligt hier. Hé, hey, wat is dit dan? Hi, Mikkel. Yes! Hey! Hey! Oh! Hey! Nou, nooit. Dit is best knap. Even wennen, hè, Dion? Dat was hem weer. Dubbele duim? Die zijn nog aan het slapen. Een halve erbij. Maar volgens mij hebben we het nu wel uitgezocht, want we zitten hier lekker. We kwamen gelijk in de regen. We kwamen even in de regen. Je schrok, hè? Je lag te slapen en alles. En toen kwam je denk ik in de regen. Toen we zo mooi weer hadden. En ze is er nog steeds een beetje verbaasd over. Ja. Goed lekker.